Ik ben verliefd en ik hou heel erg veel van een vrouw. Waarom mag ik niet met haar trouwen? Als ik bij de gemeentehuis met mijn geliefde vrouw trouw, zal er niets in de leven van degenen die daartegen zijn, lees Land Curaçao, veranderen. Iedereen moet de volgende dag gewoon naar hun werk gaan en gaan presteren. Iedereen moet verantwoordelijkheid bij hun werkgever blijven afleggen. Iedereen moet belasting blijven betalen. Iedereen moet nog steeds hun vuilnis in de kliko weggooien. Iedereen moet zich aan de verkeersregels houden. De volgende dag moet de overheid nog steeds blijven dienen. De overheid moet zorgen voor de minder sterken, die per dag uitzoeken hoe ze aan eten komen. Zorgen voor de gepensioneerden. Zorgen dat onze onderwijs de juiste aandacht en zorg krijgt. Zorgen dat de gevangenen in een betere versie de samenleving terug inkeren. Iedereen moet nog steeds het mooiste cadeau dat we allemaal hebben gekregen, het leven, van zichzelf en van anderen blijven respecteren. Ik ben verliefd en hou heel erg veel van haar. Zij is mijn steun, mijn luisteroor, mijn discussiepartner en mijn lachcompagnon. Zij is mijn alles. Met haar wil ik oud worden, net zoals mijn ouders dat hebben gedaan. Mijn vader is helaas 2 jaar geleden overleden. Mijn moeder is 88. Ik wil dat zij ons huwelijk meemaakt. Waarom moeilijk doen, terwijl het helemaal niet moeilijk is?